is een bericht van de ouders van Juri. Hij wil graag opgehaald worden uit de... Stil nou eens. Hij wil graag opgehaald worden uit de ballenbak. Dank u wel. Ja, ja. Oh, nog een gele bal. Start de show. Gaan we weer, niets is wat het lijkt. Zelfs als je het 7 keren terugkijkt. Waar zijn al die moloten nou? Ik wil het weten, kom zeg me gauw. Wie is de, wie is de, bubba, wie is de, wie is de, bubba, wie is de, wie? Pa, 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 da, pa, da, pa, pa, da, pa, 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 da, pa, da, pa, pa, da, pa. Wie is de Mol? Podcast. Welkom bij aflevering 4 van de Wie is de Mol podcast. Aflevering 4 van Wie is de Mol werd afgelopen donderdag door ruim 1,7 miljoen mensen bekeken. Dat is toch weer aardig veel. Het gaat lekker dit zijn. Oh ja, seizoen. Maar trouwens, als je denkt, wat praat hij geforceerd en hij toont nauwelijks emotie en zijn wang is een beetje dik. Dat kan kloppen. Van de week is op gruwelijke wijze zijn er 2 verstandskiezen bij mij uitgehaald. En dat heeft nogal wat gevolgen en wat helse pijnen. Dus dat verklaart een hoop de komende uitzending. En ja, ook nu, maar ik heb een stuk of 10 pijnstillers genomen. Zo te veel. Genomen, dus dat moet wel. De 4e aflevering van de Mol begint op dit racecircuit. In deze rijdende ballenbak moeten ze op zoek naar woorden door middel van letters die op de ballen staan. Hebben ze het goed wisselen van chauffeur en mag er iets van het raam af. Maar alle bussen gaan stuk en ze moeten lopend naar de finish. Want Pieter Jan vertelt dat er voorlopig geen geld is dan dit duel om de mollenboekjes. Maar ze zijn te eerlijk en dus krijgt niemand een anders mollenboekje te zien. Dan gaan we naar de poort van de duivel waarbij ze 666 meter moeten afleggen. Dat lukt Pepijn. Patrick geeft op. Anna lukt het. Het lukt Jan, Karin en ook Art. Maar voor Miryanna en Soundos wordt de hoogtevrees te veel. Dan de test en de executie in de mist. Ik kan het bijna niet zien. Oh, wacht. Groen, groen. Nog een keer groen. En al lachend neemt zij het rood in ontvangst. Dag Miryanna. Miryanna dus, de derde afvaller. En ik moet je zeggen, het was niet heel erg verrassend. Natuurlijk was er van tevoren een filmpje op een of andere manier uitgelekt, waarin al duidelijk werd dat Miryanna eruit ging. Maar dan nog, ze werd niet echt vaak in beeld gebracht tijdens de afleveringen. Dus dat ze eruit zou gaan, moest vroeg of laat een keer gaan gebeuren. Ja, ook opvallend was natuurlijk dat die bussen kapot gingen. Leek mij niet helemaal de bedoeling. En dan ook nog kamikaze Karin die even op de spiegel eraf rijdt. Maar gelukkig heb je altijd... Carglas repareert. Carglas vervangt. Zo, weer €500 verdiend. Nee hoor, dit is geen reclame. Dan mijn favoriete fragment of quote van de afgelopen uitzending. Dat was wel Patrick die een geweldige grap maakte toen Karin daar met angstzweet aan het touw bungelde. Oh, ik ga het echt niet lang meer redden. Als je het niet redt, dan zeg ik mijn abonnement voor de microgids op. Zeg je het op of neem je het? Touché! En dan merk je dat het toch wel helpt dat er mensen beneden staan. We gaan snel een blik werpen op de Wie is de Mol community. Want de afgelopen jaren is telkens gebleken dat daardoor goed speurwerk van de fanatieke moloten de Mol van tevoren is ontmaskerd. Het is dus mogelijk. We beginnen op wieisdemol.com, want daar zegt Lubas Diana. Sorry, maar het wordt 3 keer zeer overduidelijk in beeld gebracht. Vind ik 2 keer te veel. Denise Vendrich zegt vervolgens op Twitter bijna hetzelfde en voegt daaraan toe: is de Romeinse godin Diana niet het evenbeeld van Artemis? Betekent dat dat Art hem is? Gelukkig blijft Supernova wel met de benen op de grond en zegt dat bord staat gewoon standaard op dat circuit. Diana is een snoepmerk in El Salvador, dus geen hint nog naar Anna, nog naar Art. En waarschijnlijk nog naar iemand anders. Dan Soundos. Vorige week liet ik die hint zien van Heinz. Met de verschillen in de leader van aflevering 1 en 2. En dat je de verschillen moest zoeken en dan de mol zou vinden. Heel veel mensen stapten over naar Soundos als mol. Zo las ik in de reacties. En Mr. Jasper voegt daar nog iets aan toe. Aan dat Soundos en zoek de verschillen. Hij zegt namelijk, bij elk duel staat 1 kandidaat links en de ander rechts van Pieter Jan. Bij het molboekjesopdracht gebeuren. Zo staan Karin, Miryanna, Patrick en Anna allemaal rechts. En Art, Jan, Pepijn en Soundos allemaal links. Nu, de eerste vraag die Pieter Jan stelt gaat constant naar de persoon rechts van hem. Maar, behalve bij het duel tussen Anna en Soundos. Hier krijgt Soundos als eerste een vraag terwijl ze aan de verkeerde kant staat. Opvallend. Weer een verschil tussen Soundos en de rest van de kandidaten. Dus dat verschil en Soundos gaan we in de gaten houden. Dankjewel Mr. Jasper. Erik TKS dan, die zegt iets anders wat ik me afvroeg. In 2008 zei Pieter Jan bij de ontknoping dat de mol alle vragen in alle tests goed had beantwoord. Als dat dit jaar weer zo is, dan kan de kerkopdracht mooie aanwijzingen opleveren. Volgens mij kunnen alleen Anna en Art alle vragen die zijn uitgezonden in de test op zichzelf hebben ingevuld. Helaas denk ik niet dat een van die twee de mol is, maar is wel interessant om te zien. Dus dan zou Anna of Art de mol moeten zijn. We gaan nou even naar Mollo, want die zegt dat tweet de mol. En dat gaat dan over deze zin. Fijn, aflevering 4 begint. Zie me aan het werk in bussen, kerken en boven ravijnen. Soundos is niet op het touw geweest en Patrick maar 8 meter. Zouden we haar of hen kunnen afschrijven? Ze waren namelijk niet aan het werk boven het ravijn. Dat heb je heel goed opgevat, Mollo. Nou weet ik niet of je dat altijd even serieus moet nemen. You come on the wrong, but you come in for zeal. Cause the tones of your bones make you feel. Come on, bang, boom. You gotta move. You gotta move. Dat is het waar. Reageert erop met: ik geloof niet dat een mol partij voor een kandidaat kiest door hem jokers te geven. Voor mij valt Patrick juist af met deze handeling. Nou kreeg ik een sms van een vriend van mij, Tiemen. Wij ik trouwens elke woensdag op donderdagnacht rond een uur of 1:15 in zijn radioprogramma op 3FM te horen ben met de beste theorieën uit deze podcast. Maar dat terzijde, Tiemen die sms'te mij zelf ook een heel interessante theorie. Zo vond ik in ieder geval. Hij zegt iets is wat het lijkt. Dat was de titel van deze aflevering. En wat zal dat zijn? Wat betekent dat? Nou, misschien dat Patrick als mol geen jokers nodig heeft. @eventm twittert WDM Roadshow en rooksignalen. In de Roadshow daar geeft de mol met een vermomde stem altijd een hint voor de extra hint aan de molfanaten. En er was deze week rooksignalen. En EVTM zegt, die bus die kapot ging, die rookte nogal. Dat kwam dan door Miryanna of Patrick, dus dan zou dit op Patrick moeten slaan. Maar ja, ik weet het niet zo. Dan wieisdemol.com, waar Jels hier ging zoeken wat Anna precies aan het zingen was op dat touw in die cliff. En dat bleken nummers te zijn van Ray Charles. En Tedits die merkt heel slim op, je weet dat Ray Charles blind is. En een mol schijnt ook blind te zijn. En dan nu wil ik even dat je gaat kijken, maar vooral luisteren naar het volgende fragment. En let daar bij vooral op de achtergrond. Dus niet op de stemmen van de kandidaten, maar wat hoor je op de achtergrond. Luister even mee. Dan gaan we met elkaar weer verder. Dag lieve. Doeg. Doeg. Dag schat. Dag. Doei. Ja, om verwarring te voorkomen heb ik dit bewust eerst laten horen voordat ik de theorie hierachter oplees. Jessie Nee zegt namelijk, iemand ook het kinderstemmetje gehoord dat Anna roept. Het schijnt dus dat je in het fragment wat je net hoorde 2 keer een kinderstemmetje Anna hoorde roepen. Ik ga hem nog een keer laten horen, kijken of je het er nu weer in hoort of wel in hoort of helemaal niet in hoort. Dan gaan we met elkaar weer verder. Dag lieve. Doeg. Doeg. Dag schat. Dag. Doei. En? Hoorde je het nu ook? Ja, je hoort inderdaad een kinderstemmetje iets roepen. En dat zou best Anna kunnen zijn, maar ik vind wat ver gezocht. Het kan net zo goed mama zijn of een ander Spaans woord. Is mama Spaans? Geloof ik niet, hè? Nee. Ofwel, nou goed, doet er ook niet toe. Ik vind dit soort hints altijd heel ver gaan en ik weet het niet hoor. Ik vind het raar. In ieder geval bedankt voor je inzending, Jessie Nee. En alle andere mensen natuurlijk ook. Heb jij ook iets toe te voegen aan aflevering 4 of gewoon over het algemeen van Wie is de Mol? Laat een reactie achter in de comments op YouTube. Via de fora van wieisdemol.com en wieisdemol.nl. Twitter, @JuriBreuk, hekje WIDM, de hashtag. Of stuur een mailtje naar widmpodcast@gmail.com. Goed, het is tijd voor onze wekelijkse quiz, waarin we het geheugen van de molspurder gaan testen. Vorige week liet ik dit screenshot zien. Ja, dat was natuurlijk Quattro, het programma van Jochem van Gelder. Stond zelfs in beeld, moet je nagaan. Maar goed, heb ik het nog wat makkelijker gemaakt. Dit spel draaide helemaal om kamertje verhuren. Waarbij je, nou goed, je kent het spel en anders moet je het even opzoeken. Datzelfde soort spel zat ook in Wie is de Mol 2006. Ik meen aflevering 8. Dat was het seizoen waar Milushka de mol was. En daar hadden ze ook zo'n opdracht met kamertje verhuren. En zo had je de link kunnen leggen. Ik zag een aantal mensen die het goed hadden. Ook een aantal mensen die het fout hadden. Dus goed gedaan. Maar we gaan snel door met een nieuwe hint. En dat is geen plaatje deze keer. Maar ik heb zitten knutselen. Dat is hartstikke leuk. Dit is de hint. Dit heeft iets te maken met een Wie is de Mol opdracht. Maar welke? Kijk mee. Oh, dat is niet helemaal de bedoeling dat hij zo als een baksteen naar beneden vliegt. Wacht even hoor. Oh! Schitterend. Wat heeft dit met Wie is de Mol te maken? Laat het me weten in een van de reactiedingen. Wieisdemol.com, wieisdemol.nl, etc. Je kent ze ondertussen wel. Wat bedoel ik? Gaan we nog even een kijkje maken in de wieisdemol.com pool, waar weer het een en ander veranderd is. Qua top 3. Op 3 vinden we Next GP met 530 punten. Op 2 Kevin 89. En 1 puntje meer dan de nummer 2 heeft Tureluurs en staat daarom op 1 met 533 punten. Goed, tot zover aflevering 4 van de Wie is de Mol podcast. Na aanvang van aflevering 4 van Wie is de Mol 2011. Volgende week dus, aflevering 5. Joh, ja, ik kan tellen. Wow. Ik heb daar wel zin in, want we schijnen naar een nieuw land te gaan. En het is nog steeds niet echt duidelijk welk land dat nou is. Dus ik heb daar zin in. Zie je dan graag terug. Nog even dit. Vorige week hingen er van die dingen hier achter mij in mozaïek. En ik vond nogal dat mensen het moeilijk vonden welke dat was. Ik kan me daar niet voorstellen. Dit zie je toch meteen. Dit was Beatrix. Als tweede hing daar Linda de Mol. En Angela Groothuizen hing er ook bij. Nou, dat had je toch moeten kunnen zien. Goed, tot zover. Dag!